Laten we nog eens kijken naar een eenpaardig versnelde beweging. En wat was dat ook alweer? Nou, bij een eenpaardig versnelde beweging werkt er een bepaalde nettokracht op een voorwerp. En die nettokracht staat in dezelfde richting als de snelheid van het voorwerp. En als je dan een bepaalde tijdsperiode delta t wacht, dan zal die nettokracht ervoor zorgen dat het voorwerp met een grotere snelheid in dezelfde richting beweegt. Je kunt zelfs gaan uitrekenen hoe groot het snelheidsverschil is. Dat is niet het onderwerp van uh, dit filmpje, dus ik, ik laat hem wel zien, maar ik ga er verder niet heel erg op in. En wat we wel uh, al weten natuurlijk, is dat bij een eenpaardig versnelde beweging de richting van de snelheid niet verandert in de loop van de tijd, maar de grootte van de snelheid wel. En daarom hebben we ook te maken met een versnelde beweging. In deze webles gaan we kijken naar de cirkelbeweging en ook dat doen we weer in een soort modelomgeving. Uh, wat nu als ik een Voorwerp hebt met een bepaalde snelheid, een beginsnelheid v0 en er werkt een kracht op het voorwerp, maar die kracht staat precies loodrecht op de snelheidscomponent. Wat gaat dat voorwerp dan doen? Ja, het voorwerp zal dan niet rechtdoor bewegen, maar het zal afgebogen worden door die kracht. En na een, een tijdsperiode delta t zou het voorwerp dan bijvoorbeeld zich hier kunnen bevinden. Maar wat nu als die kracht? De eigenschap heeft dat hij mee kan draaien met de richting van de snelheid van het voorwerp. Iets makkelijker gezegd in deze tweede situatie is de snelheid een beetje gedraaid, maar de kracht is ook meegedraaid en die staat dus nog steeds loodrecht op de snelheidscomponent. Ja, als je dan weer een tijdsperiode later kijkt, dan zou het voorwerp bijvoorbeeld hier kunnen zien, euh, zich kunnen bevinden. En dan snap je al wel als je dat een tijdje laat doorgaan. Kun je zelfs de situatie krijgen dat het voorwerp weer terugkomt in zijn begintoestand en hebben we te maken met een cirkelbeweging? Belangrijk om te realiseren is dat je een netto kracht nodig hebt bij een cirkelbeweging: een netto kracht op het voorwerp die altijd naar het midden van de cirkel, naar het middelpunt gericht is. En een ander ding wat ook al uh, belangrijk is om je te realiseren, is dat de snelheidscomponent bij een cirkelbeweging qua grootte wel constant is, maar qua richting juist verandert. En daarom hebben we hier ook te maken met een versnelde beweging, en daarom hebben we dus ook een netto kracht nodig om die beweging te laten gebeuren. De naam van die kracht die je dan nodig hebt is de middelpuntzoekende kracht. Heel veel mensen denken dat wanneer je een cirkelbeweging maakt, denk bijvoorbeeld dat je in een kermisattractie zit en je draait snel rondjes, dat er dan een kracht op je werkt die je van het midden afduwt. Een middelpuntvliegende kracht. Het is belangrijk om je te realiseren dat die middelpuntvliegende kracht niet bestaat. We hebben ook een formule voor middelpuntzoekende kracht. Die ziet er als volgt uit. Die middelpuntzoekende kracht wordt dus gevormd door de massa van het voorwerp, de snelheid waarmee die beweegt en de straal van de cirkel die het voorwerp doorloopt. Omdat de snelheid tijdens deze cirkelbeweging niet verandert, we hebben eigenlijk te maken met een eenparige cirkelbeweging, kunnen we ook nog een tweede formule opschrijven, een tweede vergelijking. Een vergelijking voor de baansnelheid, zoals het dan genoemd wordt, de snelheid waarmee het voorwerp beweegt, die is dan namelijk altijd gelijk aan de omtrek van de cirkel 2πr gedeeld door de omlooptijd, de tijd die het voorwerp erover doet om één rondje te maken. Hoofdletter T. Deze algemene kennis, want dit, dit geldt voor elk voorwerp in L die een cirkelbeweging maakt, maar deze algemene kennis gaan we toepassen in een heel specifiek geval, namelijk een voorwerp dat een rondje draait om een hemellichaam en laten we als hemellichaam. De aarde nemen. Dus uh, we hebben hier een, een voorwerp, laten we zeggen een satelliet. En die satelliet die wil een cirkelbeweging maken om de aarde. Nu is in deze situatie, die van uh, een satelliet die om de aarde draait, is, uh, kunnen we het redelijk uh, vereenvoudigen. Want er is maar één kracht die werkt op, het, op de satelliet. Luchtwrijving uh, is er niet op uh, die grote hoogte. Uh, er werkt maar één kracht en dat is de gravitatiekracht. Dus wat geldt er voor elk voorwerp dat in een rondje om een hemellichaam draait, daarvoor geldt dat de gravitatiekracht op het voorwerp dat die de middelpuntzoekende kracht eh, vormt. Wanneer de snelheid groot genoeg is, precies de juiste waarde heeft, dan zal dus dit voorwerp een cirkelbeweging maken rondom de aarde. En dat geldt voor uh, het ruimteschip of de satelliet. Maar dat geldt natuurlijk ook alle, voor alles wat er zich in het ruimteschip bevindt. Ik heb hier een, uh, een kort filmpje uit het ISS ruimteschip. En omdat zowel het ruimteschip zelf uh, en de astronauten en de knuffel alle drie met dezelfde snelheid bewegen. Uh, en omdat ze ook alle drie hun eigen zwaartekracht voelen van de aarde, bewegen ze dus alle drie. In precies dezelfde eenparige cirkelbeweging rondom de aarde. Uh, en omdat ze allemaal ten opzichte van elkaar niet bewegen, zweven ze ze allemaal in de lucht. Maar het is uh, goed om je te realiseren dat, wat eigenlijk deze astronauten doet, is continu vallen. Ze maakt een valbeweging rondom de aarde en daarom heeft ze ook het gevoel dat ze gewichtloos is. We gaan nog even verder met deze uh, vergelijking. De gravitatiekracht is gelijk aan de middelpuntzoekende kracht, want van allebei de krachten hebben we natuurlijk ook al een eigen uh, formule. En die kunnen we in gaan vullen. En als we dat gaan invullen, dan ziet dat er als volgt uit. En uh, het grote voordeel is dat we hier al het een en het ander kunnen gaan uh, vereenvoudigen, want ik kan een m links en rechts wegstrepen, die verdwijnt dus. Dus de massa van het voorwerp maakt niet uit voor de, uh, de beweging. En dat hebben we net in het filmpje al gezien. De knuffel is veel lichter dan het ruimteschip, maar ze maken allebei dezelfde beweging, want voor allebei eh, geldt dat de massa er niet toe doet. Ik kan ook nog een keer een R wegstrepen en ik kan deze formule opnieuw eh, opschrijven zodat er staat V is. En dan geldt dus dat het ruimteschip een rondje zal gaan maken om de aarde als de snelheid van het ruimteschip precies goed is en gelijk is aan. De gravitatieconstante, maal de massa van de aarde gedeeld door de straal, de afstand tot het midden van de aarde en daar de wortel van. We hadden ook nog een andere vergelijking van V, de baansnelheid, en dat is deze vergelijking. Nu kunnen we deze twee vergelijkingen ook nog gaan combineren, want uh, we kunnen natuurlijk die twee uh, rechtercomponenten aan elkaar gelijk gaan stellen. Dit gaan we een klein beetje uh, vereenvoudigen en dat gaan we doen door uh, alles eerst te kwadrateren. Dan zijn we uh, de wortel kwijt. En vervolgens uh, alles wat constant is naar de rechterkant te schuiven, en alles wat een variabel is naar de linkerkant te schuiven. En deze vergelijking geeft je dus iets over de verhouding over de afstand tot het hemellichaam en de, de omlooptijd die je gaat maken als je een rondje maakt uh, om het hemellichaam heen. Deze vergelijking is een hele bekende vergelijking, die is al uh, een paar honderd jaar geleden al uh, voor het eerst empirisch aangetoond door meneer uh, Kepler. En dit is dan ook de derde, derde wet van Kepler. In de tabellenboekjes staat hij vaak in een net iets andere vorm. Staat hij namelijk in deze vorm. Uh, natuurlijk maakt het niet uit. Uh, zowel de bovenste als de onderste vergelijking beschrijven hetzelfde fenomeen. Beschrijven allebei de derde wet van Kepler. Nou, wat zegt die derde wet van Kepler bijvoorbeeld? Ik heb hier een, uh, een schematische weergave van een zonnestelsel. Die derde wet van Kepler. Die zegt je dat wanneer een planeet dichter bij de zon staat, dat het, dat het planeet sneller zal bewegen dan planeten die ver weg van de zon staan. En dat kun je hier mooi zien. Nou, hebben we de derde wet van Kepler, maar dat is natuurlijk ook wel uh, aardig als uh, slot van deze webles, om nog even de andere twee wetten van Kepler uh, te noemen. Dan heb je het plaatje compleet. Uh, de eerste wet van Kepler... Zegt het volgende, Kepler kwam erachter dat de planeten niet mooie cirkelbewegingen maakten, maar bewegingen die ellipsen genoemd worden. En je kunt een ellips zien, heel versimpeld, als een soort uitgerekte cirkel. En de tweede wet van Kepler, die zegt het volgende, dat eh, wanneer dus zo'n planeet in een ellipsvorm rondom de zon eh, draait... Dan zal uh, een planeet op het ene moment wat dichter bij de zon staan en op het andere moment wat verder weg van de zon af. En wat uh, zei Kepler: op het moment dat de planeet dicht bij de zon staat, dan zal die ook sneller bewegen. Nu kunnen we met de kennis die we nu hebben van uh, gravitatie-energie en kinetische energie dat natuurlijk onszelf ook wel uitleggen. Want op het moment dat de planeet ver van de zon staat, heeft het relatief veel gravitatie-energie. En hoe dichter het bij de zon komt, hoe minder gravitatie-energie de planeet zal hebben. Nu geldt hier natuurlijk ook de wet van behoud van energie. En dat houdt in dat als de gravitatie-energie minder wordt, dan zal uh, de andere daaraan gekoppelde energie, de kinetische energie, toenemen. En daarmee kun je dus ook zelfs uitrekenen dat inderdaad een planeet, wanneer die dichter bij de zon staat, sneller zal bewegen dan wanneer die ver weg van de zon afstaat.